Hier in de weerkamer van het KNMI wordt 24 uur per dag de wacht over het weer gehouden. Zo kunnen onze meteorologen tijdig waarschuwen voor extreem weer. Er komt hier voortdurend een enorme hoeveelheid aan informatie binnen. Zo komen er elke 5 minuten nieuwe satellietbeelden, nieuwe radarbeelden. En ook stromen er real-time metingen van tientallen KNMI-stations op land en op zee binnen. En supercomputers berekenen het weer vooruit in de tijd. En het is mijn taak als meteoroloog om al die informatie te vertalen naar een weersverwachting. En dan morgen overdag, ja, het zuidoosten misschien nog een enkele bui, maar de meeste plaatsen houden het dan droog. Nou, om een weersverwachting te kunnen maken, moet je eerst het weer van nu begrijpen. En om dat te kunnen, moet ik eerst in de weermodellen kijken. Wat gebeurt daar precies? Waarom berekent het ene model zware onweersbuien, waarom het andere niet? Dus het is echt mensenwerk. Er komt een hoop techniek bij kijken, maar het is ook echt mensenwerk. Dag en nacht verwerken 4 meteorologen al deze informatie, zodat mensen niet overvallen worden door gevaarlijke weersomstandigheden. De meeste mensen zijn gewend om alles te kunnen doen wat ze gepland hebben. Maar het weer kan grillig zijn. En wij waarschuwen met een code geel, oranje of rood als het weer een risico is. Bijvoorbeeld met onweer, zware windstoten, gladheid. Zodat jij op het weer kunt voorbereiden en de kans dat er schade of letsel ontstaat zo klein mogelijk wordt.